natuurlijk wel een beetje gezonde spanning, maar ja, mocht het er niet met handen geven. Maar ja, in die zin, ik denk altijd Ajax gaat winnen. Ik denk ook ieder begin na het begin van het seizoen Ajax Champions League gaat winnen. Dus als mensen mij vragen, ja, toen ga je eens winnen, tuurlijk. Makkie vanavond dus. Ja, 4-1 is eigenlijk gesneden koek, toch? Ja, we gaan er na 10 minuten gaan we er eentje maken. Dus ja, wordt één groot feest vanavond, denk ik. Spanning voor vanavond? Ja, heel erg. Ja, dagen. Echt waar? 4-1 is toch al best wel een gelopen koers? Ik weet het niet. Ik hoop dat het genoeg is. Dus ja, maar het is niet helemaal zeker. Ja, we moeten toch wel door. 4-1 thuis. Dus dat, ja, als dat niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Hey, what do you guys think of the game tonight? Oui, 2-0 ce soir. On en met 3. 1-2-3. 3 goals. 3 goals ce soir. 3. Maar elke andere wedstrijd die zeg maar niet Ajax betreft en de eerste wedstrijd wordt 4-1, denk je bij de return, ja, altijd makkie. We gaan ook gewoon door, we gaan naar Stockholm, dus dat komt helemaal goed.